Tegenwoordig wordt al 75% van alle nieuwe auto's geleverd met een airco. De taak van de airco is het produceren van een gereinigde, zo goed mogelijk ontvochtigde lucht van de juiste temperatuur in het interieur van de auto. Omdat de airco niet altijd op de juiste wijze wordt bediend, biedt dit een breed scala aan onderhouds- en uitgebreide serviceaanbiedingen die het onderwerp van het eerste deel van deze videofilm zijn. Maar laten we beginnen met de basisfunctie van het koude middelcircuit. Belangrijkste onderdeel van het gesloten systeem is de compressor. Aangedreven door de motor via de poly-V-riem, zuigt de compressor het koele, gasvormige koude middel vanuit de verdamper aan de lage drukzijde aan, en perst deze aan de andere kant onder verhoogde druk in de condensor. Door de verhoging van de druk in de compressor stijgt de temperatuur van het koude middel bij de hoge drukzijde. Deze ligt met 50 tot 70 graden Celsius nu duidelijk boven de omgevingstemperatuur. De warmte van het gecomprimeerde hete gas wordt in de condensor, die zich voor de radiateur bevindt, afgevoerd door de doorstromende lucht. Op deze wijze condenseert de hete koude middeldamp bij de gekoelde lamellen van de condensor en wordt zo onder hoge druk omgezet in vloeistof. Via de reservoirdroger stroomt het koude middel naar expansieklep TXV, die gemonteerd is bij de opening in het schutbord direct voor de verdamper. De expansieklep scheidt het hoge drukbereik van het lage drukbereik van het systeem en regelt de doorstroomhoeveelheid van het koude middel en daarmee het koelvermogen. Als gevolg van de drukverlaging bij de expansieklep expandeert het vloeibaar ingespoten koude middel in de verdamper en verdampt. Voor dit verdampen is energie in de vorm van warmte nodig. Deze wordt onttrokken aan de warme, verse lucht die langs de verdamperlamellen stroomt, die hierdoor afkoelt. Tegelijkertijd condenseert het vocht in de lucht op de koude lamellen. Daarom is het normaal dat er condenswater uit het verdamperhuis druppelt. De lucht die op deze wijze is afgekoeld en ontvochtigd, wordt naar het interieur geleid. Bij de uitgang van de verdamper is het koude middel weer gasvormig, bij lage druk en lage temperatuur.